Oké. Moeten we ons nog introduceren? Nou, hier, hup. Dit is Dim. Oh, en dit is de andere hand van Dim. Ah, kijk, daar zijn ze, allebei. Hoppatee. Ja, Jan-Willem, daar ben ik. En Wouter. Yes. Zijn jullie er klaar voor? Doe maar. Het is een actueel tintje. Oh, nee. Bam! Aqua Blue. Kennen jullie deze? Nee, maar kennen jullie een reeks wel van die? Daar heb ik toevallig een tijdje geleden bij de kringloop eentje van gehaald. Ja. Ja. Nou, ik ben vooral heel benieuwd naar jullie respons weer. Ja, ik krijg van mij een Magnola vibe. Ja, dat doet mij direct denken aan, hoe heet die film ook weer? Die Shades of Blue, wat was het ook weer? Of Avatar. Ja, ook. Avatar. Yeah. Nee, van die ene, ja, ik weet niet. Geen film. Ja. Ja, goed. Maar dat is mijn eerste associatie met de cover. Oh, Jesus. Nee, nu denk ik al meer aan Valerian, hoe heet die nou? RVA. Ja. Oké. Jesus. Dat was gewoon vis. Ja. Heel cool. Dit is trouwens deel 3. Ja. Dus, ik heb er 1 tot en met 6 van deze serie heb ik gekocht. En volgens mij is 1 tot en met 4, zoals ik het goed herinner, is op zich wel een afgerond verhaal. Dat kun je prima zo lezen. En wat daarna gebeurde, ja, ook wel tof. Maar ik vond deze tekenstijl vind ik heel gaaf. Ja, dat is heel cool. Echt heel cool. Er zit zoveel grit zit erin. Heel cool. Ja. Ja. Echt zo. Hey, wat een lekkere typografie is dit ook trouwens, even tussendoor. Oké. Heel cool. Ja, heel cool. Zit wel passen. Ja, soms dan past het inderdaad niet helemaal. Ja. Even kijken, waar zijn we? Hier zijn. Ah. Ja, want we hadden het laatst ook over, wat doe je met tekstballonnen? En typografie en zo, dat we daar ook eens wat meer op gaan letten bij de breedbeeldafleveringen. Ja, een hele goede. Wat ik een echt, heel mooi trucje vind, is dat je hier af en toe aan de bovenkant of op andere plekken de tekstballonnen en het stuk kader even weglaat. Zulke kleine details even openlaten, dat creëert op een best wel volle pagina. Die staat veel mooi tekenwerk op. Dat creëert een beetje lucht. Ja, ik zit even te kijken waar die keuze op gebaseerd is. Is het dan gewoon echt puur om en om? Van hier is het open, dus dan moet hij daar dicht zijn. Want anders dan gaat die tekst met elkaar concurreren. Mm-hmm. Ja, denk het wel. Hè? Want hier is ook gewoon de kader weer weggelaten. Ja. Zo'n mooie layout. Vet, hè? Nou, een fantastisch science fiction verhaal. Fantastisch getekend. Ja. Soldaten van de aarde gaan naar een waterplaneet om de boel daar te ontginnen, onder andere. En dan gaat er een hele militaristische operatie los. En dan gaat het volk op die planeet, die vanzelf al een keertje langskomen nu bij het gebladen, die gaan natuurlijk in opstand. Het is wel Avatar. Het is ontzettend Avatar. Daarom heb ik hem, daarom heb ik hem even meegenomen. Yeah. Shit. Oh my god. Yeah. Goeie. Het is niet letterlijk Avatar. Of Avatar is niet letterlijk Aqua Blue. Nee. Maar het ook weer wel. Zit er zo ontzettend in. Die laatste ook. Hè? Die hebben we gezien, denk ik. Hè? Jij ook nee, later? Nee. Nog niet? Ja. Ook, zeker. Het is een waterplaneet. Dat is helemaal water gebeuren. Dus ja. Kijk, er zijn een heleboel dingen die hier in deze strip gebeuren. Die vind ik ontzettend lekker. Science fiction fan. En dit gebeurt, wat hier gebeurt is ontzettend lekker. Er zit ook veel Star Wars invloeden in. Deze heeft een beetje een Han Solo rol. Zijn schip heet de Stromboli. Maar dat is ook een soort hommage aan de Millennium Falcon. Okay. Ik vind dit ook lekker. Dat er een. Het is een robot. Een dikke vette robot. Echt een klootzak bovenste plank. En die wordt hier eventjes doormidden gespiesd door de deuren. Door gechopt. Zo baf. En die kop van die robot ook van grrr. Heerlijk. Zulke soort details vind ik lekker. Hè, die kop bedoel ik dan. Hè. Ja. Die designs zijn ook heel vet. Die designs van die schepen. Heel tof. Ja, en ik vind dit ook te gek. Gewoon, dit is een flashback scène. Dus meteen, hup, die toon, die kleurtoon erop. En witte letters op een zwarte, zwarte kaders. Voice over. En wat er gebeurt is helemaal niet zo gezellig.
Hè, die man die heeft het heel zwaar. Maar goed, ik heb hem vooral meegenomen omdat ik wilde het gewoon in ieder geval een keertje laten zien in breed beeld. Omdat Avatar, dat wordt nu ontzettend op in de hemel, de hemel in geprezen. Te gek, prima. Goed, maar dan vind ik wel van dit lijkt er zo ontzettend op. En dit was er eerder. Ergens denk ik, zit ik nog te wachten van James Cameron. Kom eens een keer met een bericht van eigenlijk was ik heel erg beïnvloed door Aqua Blue. Ja, precies. Ja. Je kunt zulke soort scènes. Laatste Aqua Blue komt het volk aan op hele toffe. Ja, soort slangpaling achtig. En je kunt natuurlijk ook zeggen van alles is van door alles beïnvloed. Hè? De Star Wars vibe zit hier ook in. Ja. Kazar uit de Marvel strips. Dat is ook wel een duidelijke link naar de hoofdrolspeler. Maar ik dacht van, ik laat het gewoon sowieso zien. Ja. Van een tof Avatar, maar dan denk ik wel ergens van, ja, maar leuk, maar Aqua Blue. Maar ja, geldt er niet voor veel dingen inderdaad. Ja, het is natuurlijk wel een standaard kolonisatie verhaal, right? Mm-hmm. We komen op een andere plek, laat het zijn een andere planeet of wat dan ook. En dan vervolgens gaat de lokale bewoners gaan zich verzetten. Ja. Ja. Pocahontas is natuurlijk net zo. Dat is hier ook vanaf gehaald. Ja, dat is ook, En je had ook eerder een planeet met water, met Kevin Costner, Waterworld. Oh ja. Ja, ook hier vandaan. Je hebt eerdere films gehad en strips met blauwe mannetjes. Ik denk, het is gewoon bij elkaar gegooid in de blender. Ja, maar dat is hoe je dingen kan maken, toch? Ja, ik vind het... Kijk, hier heb je zo'n Millennium Falcon. Ja, het is wel heel duidelijk inderdaad geïnspireerd op de Millennium Falcon. Inderdaad, qua vorm. Ik vind het wel heel gaaf. Het zit ook lekker in de kleur. Ja. Mooi gekleurd. Ja. Ja, echt heel vet. Welk jaar komt dit? Ja, eens kijken. Want, 91. Ja. Ja, en ik heb nog een tweede deel meegenomen. Die exoskeleton army dingen van Avatar. Nou ja, dat zit hier ook in. Ja. Nou ja, buiten dat, over de tekstwolken. Dat vind ik altijd heel interessant. Dat is iets waar ik zelf echt meer over wil leren. Ik hoop dat er ooit een keer lui daarover workshops gaan geven. Of gewoon een cursus over maken. Je ziet wel zoals dit. Die ruimte hierin. Het is natuurlijk vertaald vanuit het Frans, neem ik aan. Mm-hmm. Want ik denk, het lijkt echt een Franse strip. Ja. Je ziet wel dat het gewoon erin wordt geramd. Kijk dan. Ja. Geen lucht zit eromheen. Niet dat ik een expert ben op tekstwolken. Maar. Maar dat is wel gezeik hoor. Ik heb dat lijkt me zo moeilijk. Mm-hmm. Ja. Ik heb net een strip van Cutbeast vertaald naar het Frans. En dan zit je inderdaad ook van soms dan komt het gewoon helemaal niet goed. Nee hè? Met de ruimte. Nee, dan komt het gewoon niet goed. Nee, en wat doe je dan? Ja. Ja, het is hier inderdaad af en toe echt proper totdat het erin past. Ja, mensen hebben superveel ruimte. Ja. Maar pas je dan de techniek een beetje aan? Dit is inderdaad van dit had je gewoon dan even naar beneden moeten... Ja, maar dit ging vroeger gewoon met volgens mij zo'n... weet je, zo'n plastic sheet, zo'n vellum dingetjes. Dat leg je er dan op, volgens mij. En dan werd het gedrukt, volgens mij. Of de foto ervan gemaakt. Het kan zijn dat het niet helemaal rechterop... Het gebeurde hem waarschijnlijk allemaal handmatig. En dan werd het erop geplakt. Mm-hmm. Ik zou niet weten. Ja. Want hier zit het soms wel weer echt perfect net binnen. En dan is ja, bizar hè? Ja. Nou ja, en nog even terug naar deze. Want het maffe is, toen ik deze kocht, ik heb hem op de cover gekocht. Ik zag hem al een hele tijd staan in de stripwinkel. Modern papier toen de tijd. En er waren heel veel covers... van verschillende uitgeverijen en series die me gewoon echt heel erg aanspraken. En ik heb deze dus gekocht vanwege de cover. Ook al vanwege de achterkant. Dat bekijk je dan ook. Oh, vet, het zwart-wit. Dat is heel mooi zwart-wit inderdaad. Één pagina. Kijk dan hoe vet die zwartwaarde dan is. Weet je hoe die contrasten... Dan wordt het eigenlijk... Zie, dan lijkt het eigenlijk bijna filmischer. Terwijl het gewoon geen kleuren... Ja. Ja. Ja, het is ook echt een heel filmisch verhaal. Maar het maffe is, dit is een te gekke plaat.
Ja, maar toen ik eigenlijk echt op deze cover afging, had ik niet verwacht dat het er zo uitzag. Nee, dat zou ik, want ik zei eerst in eerste instantie Mignola, maar dat is totaal niet als je me open slaat. Nee. Het is ook een stuk, iets wel wat abstracter dan de binnenkant. Ja, abstract, ik weet helemaal niet, is dat een goede maar het lijkt ook wel bijna of dit eigenlijk gewoon een heel klein plaatje is geweest en is gewoon vergroot. Dat gevoel. Dat het eigenlijk gewoon een stripplaatje is geweest die helemaal misschien zo groot was en dan gewoon gewoon is vergroot. Ja. Ja. Ja, als ik er binnenwerk kijk, vind ik het best wel een beetje een rare cover, man. Dan denk je van, dat had veel meer ingezeten. Volgens mij is het ook, omdat dit geschilderd is dit uitgeknipt en volgens mij erop geplakt. Ja, dat denk ik ook. Ja, bijna zou je denken. Ja, het kan bijna niet anders, hè. Ja. Want je hebt hier wel weer die voorlopig zijn. Wel denken dat het op is. Maar ja, dan kan je natuurlijk met wit kun je dat weer bijwerken. Ja. Ja. Alright. Nou, Aqua Blue. Vet, dankjewel. Ik vind het een discovery. Ja, gaaf. Lekker getekend. Ja. Ja. En ergens hou ik ook wel van blauw. Ja. Vind je wel leuk, hè? Ja, vind ik wel leuk. Ja. Het is ook wel een mooie kleur. Ja. Ik kan er een heleboel mee. Dat zie je maar weer. Het is wel crazy, toch? Dit zijn pagina's. Dat teken je een week aan. Ja. Dit is gewoon elke dag. Dit is gewoon zwoegen. Dit is gewoon zwoegen. Dit is helemaal niet leuk, hoor. Dit is. Nou, als je een goede paginaprijs krijgt, denk ik dat het fucking vet is. Dat is leuk. Weet je, maar het is gewoon als je slecht betaald krijgt. Dus ik denk van, dan is het gewoon echt stress. Ja. Kijk dan, dit is echt. Hier, voor alles is er tijd genomen. De designs, de layout. Hier, de kleurtint. Dit onder die sub-vibe. Wat sowieso mee wordt doorgenomen. Kijk dan, hier nog die zippertoon erin. Die wat rastertje. Is er dezelfde de gast, het tekenwerk, is dat van dezelfde guy als het kleurwerk? Of is er een andere guy? In dit geval denk ik, moeten we even kijken naar de credits. Want het sluit wel echt mooi op elkaar aan. Soms dan gaat het ook helemaal mis natuurlijk. Maar hoeveel planning doe jij voor Brick? Je schrijft het verhaal. Ja. Yeah. Je doet je layouts van je pagina's. Ja. Als je in je verhaal karakters tegenkomt die nog niet zijn ontworpen, ga je dan echt een dagje zitten van ik ga je ontwerpen? Of zie je het op dat moment wel als ze eenmaal in beeld komen? Ja, nou, mijn voordeel wat dat betreft, ja, ik maak echt een. Ik heb een heel beperkt kleurenpalet. Dat doe ik expres, zodat ik scherpere keuzes kan maken met het zwart-wit en ook wel moet maken. Ik leg meer beperkingen op dan wat je in deze strip ziet. En dat, daardoor werk ik. Ja, ik werk wel. Hoe zeg je dat? Ik schets vlot en ook wel ruig. En dat is gebaseerd op een pagina tekst bijvoorbeeld. Maar dan ben ik bijvoorbeeld met het zwart-wit, zoals je hier op de achterkant ziet. Hier ben ik dan heel lang mee bezig. En de kleuren daar, die knal ik er vrij snel op. En dan daarna Photoshop bewerking, daar kan ik nog heel lang in zitten. Ja, precies. Je hebt bepaalde momenten dat je gewoon eigenlijk de tijd weer doet. Ja, en nogmaals met, ik zorg dat dit lekker is op papier al, zodat ik dat eigenlijk bijna niet hoef bij te werken in Photoshop. En als ik dan ga kleuren, dan doe ik dat met echt een beperkt kleurenpalet. Om ook een bepaalde sfeer die ik dan voor ogen heb. Die ook wel vergelijkbaar is met wat hier gebeurt. Gewoon echt weinig verschillende kleuren. Om dat te creëren. En dan begrijp je, Jan-Willem, als jij met je kutbeesten een dier die je nog niet hebt getekend, dan moet je ook over zitten, toch? Zeker, maar ik schets en schrijf eigenlijk alles een beetje tegelijkertijd. Ik kneed het aan alle kanten een beetje tegelijkertijd in elkaar. Ja, dat klinkt ook wel logisch. Ik kan niet alleen maar schrijven. Nee. Misschien is ook wel dat visuele denken, maar ik denk dat tekst en beeld bij strips gaat gewoon samen. Ja. Dus ene keer vul je het aan met de tekening wat je wil zeggen, en de andere keer doe je het met de tekst wat je wil uitbeelden. Ja, en soms dan kom je inderdaad tijdens het maken van een plaatje van, oh, dit kan inderdaad ook nog, wel een grapje of een dingetje in zin. Of dat in één keer merk je dat je karakter toch iets nog moet reageren of zoiets dergelijks. Dat, ja, precies, dat gebeurt wel gaandeweg. Ja, maar zoals dit bijvoorbeeld, als ik het zie, dit is gewoon helemaal planning. Ja. Weet je hoe dat gaat? Dan denk ik van, hier zit zoveel denkwerk in voordat je begint met uitwerken. Mm-hmm. Ja. Ja, dat vind ik te gek, jongen. Echt hele goede designs qua monsters ook. Ja. Heel tof. Alles is op hetzelfde niveau, hè. De figuren, de backgrounds, de schepen. Niks is
heel vaak zie bij tekenaars, oké, daar zijn ze goed in, daar minder. Oh. Maar dit is gewoon allemaal op level. Ook weer, net zoals bij die Roel Smits, gewoon alles past in de universe. Kijk dan vet dit is als het draait. Ja. Een perspectief. Hele vette. Volgens mij bouwden we ze gewoon een manquette. En daar kan hij dan als referentie gebruiken. Oh ja. Ja, want dit is zo goed. Dit is... En wat hier gebeurt vind ik ook heel gaaf. Van, het is heel gruwelijk wat er gebeurt. Hè. Ze worden doorboord door mafferspiesjes. Alleen je ziet nergens... Mafferspiesjes? Ja, helemaal mafferspiesjes. Ja. Dat je denkt van, hé, wat vervelend. Nou, allemaal spiesjes. Maar er zitten geen actielijntjes naar die spiesjes. Dat is gewoon... De actie zit gewoon echt al... In die beweging. In die houding. In het water. Of tilt, Dutch angle. Ja, en dat is ook echt volgens mij echt een filmframe. Ja, zeker. En hier op het einde wordt het wat mysterieuzer. Zoals kijken wat jij vroeg, Jan-Willem, naar die kleuren. Volgens mij heeft hij dit ook zelf gekleurd. Want meestal zie je hier dan wat extra credits, maar... Volgens mij kwamen de kleurders pas in beeld. Na 2000 kregen ze een beetje shine. Dat, net zoals de letteraar, toch? Ja. Zonde, want het sluit ontzettend mooi aan. Echt fantastisch goed gekleurd ook. Echt heel mooi. Ja. Maar goed, either way, of hij heeft het zelf gekleurd en dan is het amazing. En anders heeft de inkleurder ook gewoon een hele goede job. Als een van de kijkers dat weet, laat een bericht achter in de comments. Yes. Like en subscribe. Weet je, deel het met je vrienden, met je avatars. Bellcamera Group. Laat het niet verwateren. Nee, precies. Mooie afsluiting.